Nou, eerst dachten ze dat ik een grapje maakte. Dat ik onder water lag. Alleen op een gegeven moment bewoog ik niet. Toen dacht ik zo, shit, dit is een foute boel. Afgelopen zomer eindigde voor de 16-jarige Jeremiah uit Alkmaar in een nachtmerrie. We waren gewoon met een paar vrienden in het park. En ik had het warm. Dus ik kwam op het goede idee. Nou, laat ik gaan zwemmen. Dus ik gewoon klaar met zwemmen. Dus ik neem een aanloop, duik het water in. En het water was dus kniehoogte diep. Maar ja, ik kon de bodem niet zien, dus dat wist ik niet. En toen dubbel geklapt. Ja, 2 minuten onder water gelegen. Bijna verdronken. Op het juiste moment uit het water getrokken. En nu zit ik hier. En ja, zenuwen kapot. Ja, nu kan ik niet meer lopen en mijn armen goed bewegen. There we go. Jeremiah liep een hoge dwarslesie op. Na zijn ongeluk heeft hij wekenlang in coma gelegen en pas sinds kort hoeft hij niet meer aan de beademing. Maar het ongeluk voelt nog als de dag van gisteren. Ook voor Jeremiah's moeder. Ik wil nu niet huilen. Maar dit is, ja, het is heel pijnlijk. Je hart is gebroken. De wereld gaat onder je voeten vandaan. En eerst ben je bang dat hij dood is. Maar dat is gelukkig niet zo. Had wel daarna kunnen gebeuren. Maar hij leeft gelukkig nog. En om dat leven een stukje makkelijker te maken, is de familie van Jeremiah een crowdfundingsactie gestart om geld op te halen voor een rolstoelbus. Hij is nu namelijk afhankelijk van rolstoeltaxi's en hij wil graag zijn zelfstandigheid terug. Om gewoon zelf dingen te kunnen ondernemen. En daarom roept de familie van Jeremiah op om te doneren. Alsjeblieft, al is het maar €1, alles is welkom. En het eerste wat Jeremiah gaat doen als de bus er eenmaal is... Langs de McDonald's. En de familie en vrienden bezoeken. Jeremiah is druk bezig met revalideren. In de toekomst hoopt hij namelijk zijn eigen handrolstoel te besturen.